La, ma! Geweldig, hartstikke bedankt, dankjewel. En dan neem je hem ook weer mee terug. De dorpsjuf klikt wat bij elkaar in minirok en bietelhaar. En je moet wat mee met die muziek. Ach, ik weet wel, te zien goede recht. Even de tientjes van me willen overnemen. En zou je eventjes 11 biljetten zo op mijn hand kunnen uittellen? Ja? Oké. Okay. En Diana gaat in. Zij gaat dus 11 biljetten op mijn hand. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Zit je niet mij normaal in te nemen of zo? Maar! Want jij kreeg snoepels, dat corpulenten. En die leuke jurkjes, dat werden tenten. En voor een stuiver moet je mij mijn poten draaien. En je kan niet koken en niet pakken en niet maken. Hi! Dat is hartstikke belangrijk. Waarom dan? Als je boodschappen gaat doen, dan moet je toch weten hoeveel geld je uit kunt geven? Nou, dat vind ik niet nodig. Hoezo niet? Ik jat altijd alles. Oh. Ik kan jou toch geen chocolaatjes geven, idioot? Oh. Laat mijn neus was. Ah, laat mijn neus was. Als er 5 vliegen op tafel zitten en ik sla er 2 dood, dan hou je er 3 over. Nee, die 3 die vliegen weg. Alleen die 2 doden liggen er nog. Ja, hè? En hij vroeg zich af. Zit mijn jasje goed? Zit mijn dasje goed? Want vader gaat... Zit mijn jasje goed? Zit mijn dasje goed? Vader gaat op stap, is mijn borstje, doof mijn sigaretje. Van mijn pad doe je je gebit uit, ga je daarmee klapperen. Maakt verder niet uit, als het maar hem maakt. En die 2 botten... Had ik maar iemand om van te houden. 2 zachte armen om me heen. Die mij altijd schermen zou. S'avonds in de oude dag, stieren smalle straten. Zo goed als verlaten. Hier is er een dag voorbij. Maar na kersen, sinaasappel, cola, pepermunt, karamel, ananas. Maar ik zeg er wel bij verboden vruchten. De tante heeft een olifant. Dat ding ligt in een ledikant. Slurpie hangt uit de mond, zodat je niet zo stil hoort.